Goedemorgen. Roy Hofman, welkom hier in het programma Deels Blauw. Ja, hartstikke leuk. Roy, welkom. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege die nieuwe single De Mooiste Tijd Met Jou. Ja, klopt. Dat is mijn nieuwe single. Die is net 4 weken. Het is wederom een mooie single, Roy. Ja, totaal. Ik wil natuurlijk ook een rustig nummer horen, dus vandaar. Ja. Roy, ik draai dus juist nog voor zonder cent bij je boer. Wanneer was die uitgekomen? Dat is ongeveer 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. Dus welke single zit daar nog tussen, eerlijk gezegd? Die eerste kus heb ik daarna nog gedaan. En nu die mooie tijd met jou. Ja. Als je gaat kijken, die singles die nu achter elkaar staan voor jou, is dat een beetje het geluid waar je mee verder gaat? Ja, dit is natuurlijk wel heel wat anders dan wat ik gedaan heb. Het is meer slagersound ook. Ja. Maar ja, weet je, alle singles die hebben natuurlijk het goed gedaan. Deze single doet het ook weer goed. Die heeft, staat ook bij Radio Nul aan de playlist, Radio Continu. Dit keer heb ik ook Radio Gelderland gehad, dus iedere keer gaan we een stapje verder. Ja. Is het toch een beetje meer, steeds meer erkenning wat je gaat krijgen, Roy, of niet? Ja, de mensen leren je wel steeds meer kennen, ja. En dat is, ja, dat is ook de bedoeling, hè? Ja, ja, uiteraard, want dat doe je toch uiteindelijk voor, of niet dan? Ja. Even voor de luisteraars die de single niet kennen, Roy, vertel eventjes in het kort, waar gaat de tekst over van dat nummer? Het is eigenlijk, ja, je hebt iemand in het verleden heb je leren kennen en die tijd die was zo mooi en daar gaat het uiteindelijk over. Ja. Het is nu deze samenwerking met Emiel Hartkampen. Gaat dat toch een vervolg krijgen, Roy? Ja, ik heb al mijn singles tot nu toe nog bij Emiel en Novus gemaakt. En die sound, dat bevalt me gewoon heel goed. Dat vind ik gewoon zelf heel mooi. Ja. En je hebt natuurlijk zat andere studio's, maar dit past gewoon denk ik het beste bij me. Ja. Hoe is het met de boekingen voor de optredens? Lopen die goed? Ja, gaat steeds beter. Ik heb een stapje meer en we hopen dat het alleen maar meer wordt natuurlijk. Ja. Het is weekend, wat gaat er dit weekend gebeuren? Ook ergens zien of is het rustig dit weekend? Dit weekend heb ik niet veel. Maar volgend weekend wel weer. En het weekend daar ook. Kerstopnames hebben we nog. De cd-presentatie. Gewone feestjes allemaal nog van familieleden. Dus drugs gehad. Ja, nou is dat leuk. Vrienden, Roy, we gaan de single draaien, Die Mooie Tijd Met Jou. Ik ga even de sponsoren bedanken. Waar kunnen de luisteraars meer informatie vinden over jou? Ze kunnen naar mijn website www.roy.nl en alle informatie. Okay. Oh ja, en Instagram natuurlijk en Facebook, hè, kan ze hem ook vinden. Nou, we gaan de single draaien, de mooiste tijd bij jou. En ik hoop dat je het goed gaat en dat je de single nog heel erg gaat doen. En ik zou zeggen, kon ik zelf je eigen single aan. Dan gaan we draaien. Helemaal goed. Jullie bedankt voor de aandacht natuurlijk. En hier komt Roy Hofman met Die Mooie Tijd Met Jou. Het ga je goed, Roy. Tot de volgende keer. En bedankt. Hoi, hè. Hoi. Dank je wel. Hoi.